Alexander Drago Volkov, the Demolition Man of the Ring. Volkov is een lange gozer met een lange reach. Dat zou altijd diagonaal moeten benaderen. Ze zou nooit recht door het midden moeten gaan, omdat Volkov daar op stopt met lange stoten en knieën. Trappen eventueel ook, hè, door het midden heen. Dus Ellis moet diagonaal moet hij naar hem toe komen. En vanuit daar zou hij, want Ellis is heel goed in die overhand ride, weet je wel. Daar zou hij hem goed mee kunnen raken, omdat lange mensen, vooral lange mensen, als je naar ze toe komt, gaan ze een beetje dit doen. Volkov heeft dat ook. En daar liggen de kans voor Ellis om hem te raken met die overhand ride. Daarnaast, Ellis traint natuurlijk ook altijd met Blades, hè. Dus hij weet ook van, hoe hij Volkov naar de grond zou moeten kunnen krijgen. Dus daar neem ik aan dat hij daar goed op getraind heeft. En daar ligt ook wel de kans voor Alistair. Want als Alistair eenmaal die takedown krijgt, hij is heel zwaar. Als hij bovenop ligt, is hij heel zwaar. Hij is lang, maar hij kan zich heel zwaar maken en iemand goed controleren als hij eenmaal bovenop ligt op de grond. Dus ik denk dat hij, als Alistair wil waar de kans liggen, diagonaal benaderen staande, die overhand right gooien, eventueel takedown op de grond, ground and pound. Wat zijn je indrukken van Volkov? Ja, het is gewoon echt een sterke gozer. Lang, geeft niet op. Drago, hè? Uit Rocky. Het is echt een beest. Dus ik vind hem een goede vechter. Ja, het ziet er soms een beetje raar uit, maar dat heb je altijd met mensen die wat langer zijn. Het ziet er soms een beetje wat raar uit, maar super effectief. Kijk, heel veel mensen, vooral die vanuit Thai-box of kickbox komen, die geven afhouders. Hij geeft echt die lekkere, bam, die Maigiri, hè? Die voorwaarts trap, gewoon met die bal van de voet. Die prikte er lekker in. Sam Schild kon dat ook perfect, ook uit karate natuurlijk. Dus dat zijn goede trappen van hem. Dat zie ik er terug. Ik zie ook wel zijn stand. Hij is toch ook best wel redelijk bewegelijk, hè? Voor een zwaar gewicht en iemand van die lengte. Lange stoten door het midden. Karate vechten zijn natuurlijk niet heel erg met hoeken en opstoten bezig, omdat het niet van huis uit in hun discipline zit. Maar de lange stoten, de goede trappen, de afhouders, dat zie ik wel bij hem terug. Ja. En Alistair heeft natuurlijk niet de sterkste kin meer. Dus als hij op afstand blijft en hij krijgt een tik, dan heb je de kans dat hij er last van krijgt. Maar hoe dichter Ellis erbij is, hoe minder risico loopt en hoe sterker hij is in zijn aanval. Dat is een van de dingen. En daarnaast, ik denk dat als Ellis hem op de grond krijgt, dat hij hem beter kan controleren dan Curtis Blade. Puur door zijn fysiek en zijn controlemogelijkheden. Ellis is wel wat volwassener geworden. En het is niet per se meer de agressieve vechter van vroeger. Maar als je kijkt naar zijn laatste 5 partijen, heeft hij er eentje verloren. En dat was tegen Roosstruik. Eigenlijk had hij de wedstrijd ook gewonnen, tot op de laatste paar seconden. Zeg ik dan dat hij even spectaculair en misschien even veel vuur heeft als vroeger? Ja, niet. Maar dat is ook logisch, omdat hij een stuk ouder is. Denk ik dat hij de titel zomaar kan winnen, nu nog in deze competitie? Dat wordt moeilijk. Ik denk wel dat hij is flink aan het klimmen. Hij doet het ook goed, heel beheerst. Geen foutjes meer maken. Aardig safe. Vecht hij zich naar de top toe. Goede overwinningen. Ook niet per se de minste tegenstanders of zo. Maar het zal wel pittig worden. we gaan het ook aan deze wedstrijd zien. Het is een goede test voor hem. Volkov reken ik niet per se tot de absolute top nou in de divisie. Maar we gaan zien hoe hij zich hier tegen gedraagt. En zou hij deze heel overtuigend winnen? Nou ja, wie weet. Maar ik persoonlijk denk dat het echt wel pittig wordt, want die heavyweight division is nou wel echt stacked. Echt met goede vechters en gevaarlijke gasten bovenin, waar hij al een keer tegen gevochten heeft, een aantal keer, en ook van verloren heeft. Dus dat wordt echt wel een uitdaging. Biosis, ja. Nagano, Roosstruik, dat zijn allemaal lastige vechters voor hem, denk ik. En natuurlijk zijn eigen teammate die er nog eens een keertje boven staat. Dus dat zijn wel dat zijn pittige tegenstanders. Laatste vraag. Hoe pakt dit uit en hoe eindigt dit? Wie wint? Ik denk wel dat Alistair wint. Zoals ik al zei. Als hij slim is, vecht hij zich dichtbij, diagonaal, gooit hem op de grond en slaat hij hem daar eruit. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.